super snel. Vandaag ga ik je mijn favorieten van september laten zien. En zoals je van me gewend bent, is dat dus niet alleen make-up zoals veel YouTubers doen, maar allerlei verschillende dingen. Make-up, kleding heb ik deze keer. Ik heb wat digitale favorieten. Van alles en nog wat, zelfs handlettering favorieten. En het is al even geleden dat ik een favoriete video heb gemaakt. Ik wist niet zeker of jullie ze leuk zouden vinden, maar ik merkte dat er vraag naar was van hé, waarom komen ze niet meer? Dus vandaag ben ik weer terug met dus de favorieten van september. En ik begin met mijn grootste favoriet, want het wordt weer kouder zoals je waarschijnlijk gemerkt hebt. Maar gelukkig had de H&M deze sjaal. Ik vind het echt zo'n fijne sjaal, is zo lekker super zacht. Deze kleur vind ik heel erg mooi, dat had je waarschijnlijk al door. Maar sowieso, de kleuren vind ik heel erg mooi. Het zijn niet heel opvallende kleuren, donkergroen en een beetje dat... Het is niet echt okergeel, meer een soort koele okergeel, om het zo te noemen. Mosterdgeel, grijs en een beetje taupe. En ja, hij is gewoon lekker zacht. Hij was €9,99 en ik geloof dat hij van de nieuwe collectie is. Dus als je hem ook wil, als je nog op zoek bent naar een sjaal, hij hangt volgens mij nog wel in de winkel. Ja, ik weet niet, dit zijn echt precies de kleuren die ik mooi vind en die ik ook wel bij mezelf vind passen. Dus dit is echt een absolute favoriet. Dan nog een favoriet die je misschien al wel gezien hebt, mijn kleur nagellak. Ik merk dat wanneer de seizoenen veranderen, dat ik dan ook andere kleuren nagellak ga dragen. En dit zijn twee kleuren die ik de laatste tijd heel erg veel draag. De kleur die ik nu op heb, die ik ook een klein beetje moet bijwerken, dat is deze van Bourjois. Deze heb ik al een hele tijd. Ik heb eigenlijk geen idee hoe die heet. Even koekeloeren. Dit is nummer 28 Red Ding. En deze donkerroze, oudroze kleur van Essence. Deze heb ik ook al een hele tijd. Ja, en hoe heet deze? English Rose 111. Een beetje een koele kleur roze. En eigenlijk ook een wat koelere kleur donkerrood. Wat ik van deze heel erg fijn vind trouwens, is als je één laagje doet, dan is het gewoon een mooie donkerrood. En als je er nog een laagje overheen doet, dan wordt het echt zo'n hele diepe... Heel donkerrood. Ik vind het gewoon leuk dat je een beetje ermee kan spelen hoe intens je de kleur wil hebben. Dus dit zijn ook twee kleuren die ik de laatste tijd heel erg veel draag. Dan mijn twee digitale favorieten. Er is namelijk een YouTube kanaal wat ik een tijdje terug al wel eens keek. Maar eigenlijk in september echt weer ben gaan volgen. En dat is het kanaal van de Saucony Jolies. Dat is een gezin. Ik geloof dat ze in Engeland wonen. Maar ze zijn Iers, dacht ik. En ze verwachten inmiddels hun derde kindje. Het is heel erg leuk om hun gezinsleven te volgen, vind ik zelf. Ook omdat het type vlog dat ze maken, ja, toch wel een beetje een eigen stijl heeft. En ze hebben dus al twee kleine kinderen, een jongetje en een meisje. En ik vind het gewoon, ja, heel erg leuk om te volgen, om een kijkje te nemen in iemands leven. En helemaal nu ze dus, nou ja, naar een nieuw, ik geloof, zusje toewerken, om het zo te noemen. Ik vind het gewoon heel erg leuk om te volgen. En mijn andere digitale favoriet is... Misschien ken je het nog wel, The Sims 2. Ik ben echt een sucker voor The Sims 2. Ik weet dat inmiddels Sims 3 en allerlei uitbreidingspakketten en Sims 4 met volgens mij ook wel uitbreidingspakketten is uitgekomen. Maar ik ben een beetje blijven hangen bij The Sims 2. Ik heb vroeger ook Sims 1 gespeeld voordat The Sims 2 uitkwam. Maar ik vind Sims 2 toch de leukste van de spellen. Ja, ik ben er gewoon het meest in gewend. En ik merk echt, niet op te schrijven, maar ik word een beetje een soort Sims 2. Ninja, zeg maar. Ik vind het heel erg leuk om te merken dat ik het niet meer heel moeilijk vind. Zoals vroeger om heel veel en een baan en een gezin en dit en dat. Het zal in het echt waarschijnlijk wel heel moeilijk zijn. Maar in de Sims 2 merk ik dat... Nou, ik weet niet, dat ligt me wel of zo. Ik vind het gewoon heel leuk. Gewoon niet te veel bij nadenken en gewoon lekker spelen. En gewoon mooie stambomen maken en iedereen allemaal carrières geven. En ik kan nu ook huisdieren doen, dat vind ik ook echt super leuk. Dus ik heb allemaal katten. Ik denk, ja, als we hier in de flat geen katten kunnen hebben, dan moet ik maar katten in de Sims 2 hebben. Dan heb ik nog een creatieve favoriet. En je hebt ze waarschijnlijk al gezien in mijn video van vorige week over handlettering, waar ik banners in maakte. Daarin gebruikte ik al deze pennen. Dit zijn... Micron of Micron pennen. Ik vind ze zelf heel erg fijn om te gebruiken bij handlettering. En ze zijn er in verschillende puntdiktes. Ik heb 005, die is vrij smal. Vrij dunne punt heeft die. En 08, en die is eigenlijk ja, heel erg fijn om in het algemeen te gebruiken, vind ik zelf. Een fijne beginpen. Deze tips, ik had Marjolein's Creations gevraagd. Daar heb ik ooit een workshop bij gevolgd, handlettering. En ik had haar gevraagd van, goh, wat raad jij nou aan om... te gebruiken bij het beginnen van handlettering. Ik gebruikte wel gewoon potloden en fineliners die ik had. Maar ik was toch ook wel benieuwd naar het echte werk, zeg maar. En zij raden me deze dus aan. Maar ik vind ze echt ontzettend fijn. Juist ook omdat ze heel veel heel verschillende punten hebben. Dus je kan met de 005 juist heel kleine
gedetailleerd dingetjes doen of een kleine schaduw in je letters maken. Een 08 vind ik gewoon heel fijn in het algemeen. Dus als je ook bezig bent met handlettering en je wil nog wat meer oefenen en wat beter worden, dan raad ik absoluut deze twee pennen aan. Dan mijn laatste favoriet van september, iets wat ik aan de ene kant ook wel jammer vind, maar aan de andere kant ook wel weer leuk, is dat het weer wat eerder donker wordt. Ik moet er nog wel aan wennen, dat het echt van 8 uur al gewoon heel erg donker is buiten. Voor mijn gevoel is het dan echt 9:30 of zo, maar dan is het nog maar net 8 uur. Maar het grote voordeel daaraan is dat je dan weer kaarsjes aan kan doen. En ik vind kaarsjes in huis zo super gezellig. Echt heel stom misschien, maar ik kan er echt super vrolijk van worden. En ik vind vooral van die lange dinerkaarsen heel erg mooi. Die je dan zo mooi in een simpele houder neerzet. En dan ja, gewoon lekker zijn eigen plek geeft, zeg maar. En toevallig heb ik voor 50 cent laatst bij een kringlopen deze houder gescoord. En ik vind hem heel erg leuk. Mooi simplistisch en dan met een vrolijke kleur kaars erin. Ik hou er wel van. Gewoon die gezelligheid van de donkere dagen, om het zo te noemen. En stiekem heb ik ook al best wel zin in de feestdagen. Goed, dit waren mijn favorieten van de maand september. Ik hoop dat je het leuk vond en dat je het ook leuk vond om weer een favoriete video te zien. Ik vind het eigenlijk heel erg leuk om mijn favorieten te delen. En ik vind het ook heel erg leuk om die van anderen te bekijken. Mocht je aanraders hebben of favorieten van de afgelopen maand, laat het dan vooral weten in de comments hieronder. Misschien kunnen we een beetje ideeën uitwisselen, want... Ja, ik heb zelf al heel vaak gehad dat ik dus favoriete video's van andere YouTubers keek. En daardoor zelf op leuke YouTube-kanalen kwam of producten leerde kennen ofzo. Dus ik vind ze leuk om te kijken. Hopelijk jullie ook. En ik wil je natuurlijk bedanken voor het kijken. En ik zie je natuurlijk heel graag terug bij de volgende video.